zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Een Engelse evangelist, meneer Barker, vertelt eens een interessant verhaal van een arme vrouw die door een verkoper werd gedwongen een rekening te betalen, waarvan ze wist dat ze die al betaald had. Hij eiste dat ze met een bewijs kwam, en zeker als ze was over het feit dat ze een betalingsbewijs had ontvangen, zocht ze en zocht ze. Maar ze kon het niet vinden. Ze doorzocht stapels papieren en brieven, maar het bewijs kwam niet tevoorschijn. Uiteindelijk kwam de verkoper bij haar langs en eiste op een agressieve manier dat ze onmiddellijk zou betalen. In haar nood keerde ze zich tot de Heer in ernstig gebed en vroeg hem om het betalingsbewijs tevoorschijn te brengen. Opeens vloog er een vlinder door het open raam haar kamer in en haar zoontje rende achter dit prachtige schepseltje aan om het te vangen. Het bange vlindertje vloog richting de muur en streek toen neer in de buurt van een kastje. In zijn enthousiasme om de vlinder te vangen schoof de jongen het kastje opzij en daar onder het stof kwam het vermiste betalingsbewijs tevoorschijn. De arme weduwe hield het papiertje triomfantelijk omhoog en liet het de verkoper zien. Die droop ongemakkelijk af, omdat zijn eigen handtekening op het bewijs verklaarde dat de schuld inderdaad vereffend was. Wie twijfelt er nog aan dat hij, wiens ogen zelfs het kleinste musje zien en die ons lessen leert door de mier en andere kleine schepseltjes, zelfs de bewegingen van een vlinder stuurt, zodat hij het gebed van een van zijn kinderen kan beantwoorden.